gegeten met een groep. Je bent net gegeten met een groep, maar ik denk voor heel veel mensen herkenbaar is. Super tof, een kleine groene vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Wat ik nu lekker ga doen, is lekker koffie zetten. Daarna ga ik lekker editen. Maar dan zet ik deze computer weg bij de afwas. Want afwas moet eigenlijk gebeuren, maar dat doe ik vanmorgenmiddag wel. Want ik ben meestal al uur of 4 uur klaar met werken. En dan ga ik nu weer lekker koffie zetten. Zo, oké. Want ik heb vanmiddag gistermiddag koffiecreamer gehaald. Dus daar ben ik ook wel blij om. En gooi het nu lekker gordijn open en het wordt super, super prachtig weer. Dat kan ik niet al zien naar buiten. Want als het goed is wordt het 24 graden gewoon hier in Waddinxveen. Ja, warm hè? Zo'n Ganja vindt het warm. En die mouden niet alleen voor dat. Jij mouden ook eigenlijk om te eten hè? Ja hè? Hey. Maar ja, dan ga ik hem even eten geven. Dus. Want er staat hier zo'n bak. Die wil hier wel best wel gaan, zie ik. Zo. Ja. Even gewoon een beetje nog. Het is wel een vreeszakje, hè? Ganja, je bent aan het vreeszakje, hè? Zo, alsjeblieft, jongen. Zo, en dan kan die weer terug. En dan ga ik naar mijn koffie. Even koffiepers veranderen. Oh, wat is het prachtig weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Mooi dat dit kan niet hebben, nou. Zo. Dat is ook een mooie tekst. Waar vandaag op wat je kan houden. Want zo mooi dan dit kan je niet hebben, nou. Ja, ik vind een mooie tekst. Maar dan ga ik nu ook even dadelijk editen. Moet ook even gebeuren. Dus laten we dat even niet doen. Ik ga maar even lekker even een bakje koffie drinken. Net klaar met editen. Oh, ik ben blij dat het gedaan is. Maar ja, dan ga ik nu maar even inderdaad wat ik zei. Koffie zetten. Even lekker trekken. En met een heerlijke zonnetje die schijnt. En alleen wat ik een beetje van baal is. Dat de koffiecreamer koffiewater op is. Maar ja, dan ga ik die even vullen maar. Dus laten we dat even doen. Even water vullen. Even kijken. En dan klaarmaken om naar werk te gaan. Hoppakee. Zo, die zit genoeg vol. En dan ga ik hem maar even weer terugzetten en een lekker bakje zetten. Oh, dan heb ik daar even lekker trek in. Wat gaat er dan trouwens uit? Nu al woensdag voor mij. En heerlijke zonnetje schijnt. Morgen wordt het alleen minder. Het is vandaag woensdag toch? Of niet? Ja, voor mij wel. Maar ja. Of dinsdag. Nee, woensdag. Vergeet ik ook die badkamerlicht uit te doen. Hoppakee. Even uit. Deur dicht. Zo. Ook weer opgelost. En dan wachten maar tot ik een bak koffie klaar is. En dan rolgordijnen maar opengooien. En kijken hoe mijn tomaten zijn. Oh, dat ziet er goed uit. Die gaat goed. Die gaat goed. Ik laat voor de zekerheid nog even daar die hangen. En dan zie ik voor de rest wel. En dan als het goed is, doordat ik ze elke keer pluk, moet er als het goed is weer een nieuwe komen. Want ik zie hier al een knopje komen. En hier. Oh nee, die niet. Daar komt er weer een nieuwe. Daar zo. Dus het gaat helemaal goed komen met deze plant. Het is de eerste keer dat ik na lange tijd dat iets goed gaat. Dat ik iets goed kan verzorgen. Wauw. Maar dan gaan we nu klaarmaken om lekker die koffie aan te zetten. Want ik hoor dat die al klaar is. Ik hoef alleen nog aan te zetten. En... boem. Nee, stop. Want... vergeet koffiefilter, nieuw koffiefilter. Zo, even een nieuw koffiefilter in doen. Oh, ik heb bijna vergeten, heb ik weer. Zo, klaarleggen. En nu kan hij wel aan, want ik heb een nieuw koffiefilter ingezet. En dan dadelijk vanavond, of eind van de middag, even afwas doen. Gegeten met een groep, je hebt net gegeten met een groep, maar ik denk voor heel veel mensen herkenbaar is.
Ik weet niet of jullie zo'n pakjes kennen. Maar dan prik je een gat in, maar dan komt bij de andere kant eruit. Zoals hier. Ik heb dat net gehad en ik dacht, waarom? En dan ben je bang dat je gaat lekken. Ik weet niet of er nog wat in zit. Nee, die is op. Oké, duidelijk. En ik zal even lekker met Gaia te knoelen, kroelen. Ook even lekker. Ik zit nou eenmaal onder haren. Hé, Gaia. Altijd krijg ik ook haar in mijn mond. Godverdamme. Blah. Maar ja, lekker muziekje luisteren. Net gegeten met de groep. En dan zit ik lekker achter de computer. Maar ik had net begeleiding en die zegt, je moet je eigenlijk echt goed water geven. Dat ga ik zeker doen. Ik probeer één keer in de week, één keer per dag wou ik zeggen, water te geven. Dus dan ga ik dat ook doen. Alleen even een keer tijdrips denk ik zitten denken te nemen. En dan vastbinden. Want anders wordt hij niet sterk, want die tak wordt ook dik en zwaar natuurlijk. Dus dan moet ik even een keer mijn tijdrips denk ik een keer vastmaken. Aan die stok. En dat ga ik zo meteen doen. En ga ik krijgen mails binnen, oh mijn god. Dus, maar dan ga ik nu even lekker relax achter de computer. Hé, Ganja? Misschien dat ik nog een plaatje neem of ik zit te denken om eigenlijk weer een smoothie te maken. In ieder geval wat ik wel ga doen, dat is dat ik even Capri Sonne ga pakken. Ik vind dat ongelooflijk lekker. Lekker wat er is, lekker koud in ieder geval, dat sowieso. Heerlijk koud. Dus dat is het super lekkerste wat er is. En ik ga denk binnenkort weer een nieuwe halen. Dus ga ik dat ook doen. Even een keer een nieuwe halen. Dat ga ik ook een keer doen. Ik ga maar even wat dingen afsluiten. Ik heb weer lekker wasje gedraaid. Even al opgehangen. Maar ik zat te kijken. Ik mis nog één sok. Zo irritant. Ik weet niet of jullie mensen die kennen of herkenbaar is. Ben je zo'n schoonmaak of was doen. Vergeet je een sok. Dus er moet denk ik nog één sok hier liggen. Maar ik heb deze hele ding helemaal rond laten draaien. Dus ik weet niet wat het is, maar oké, het zal wel. Nu ga ik vast gordijnen dicht doen. Ik zat net even lekker YouTube te kijken de hele tijd. Ja, en dan vergeet ik gewoon een vlog erbij. Ik weet niet, ja, dan kan ik ook niks doen. Ik weet niet of jullie herkenbaar is ook. Ben je iets aan het doen en dan vergeet je ook dingen te doen wat eigenlijk belangrijk is. Bijvoorbeeld huiswerk of je kan eigenlijk alles opzinnen. Ik weet niet of voor jullie herkenbaar is, maar ik heb dat wel heel vaak. Of bijvoorbeeld ben ik aan YouTube kijken, dan vergeet ik gewoon bijvoorbeeld de was te doen. Of bijvoorbeeld, ik zeg als voorbeeld, hè, niet dat het zo is. Dat vergeet ik nooit, want vind ik sowieso wel het belangrijkste. Maar dan ga ik deze even lekker laten staan. Het is een beetje aan het drogen worden, dan kan ik het morgen afhalen zo te zien. Ja, en dan morgen maar eraf halen, wat ik al zei. En Gaia die lekker hier op gemak op die bankje er zit te liggen. Wat een jongetje toch. Ik vind al wat zo leuk hoe die zit te spinnen altijd. Dat doet hij zo leuk altijd. Hé Gaia? Jij spint altijd zo mooi. Hé boef? Nou krijg ik een likje op mijn neus, jongen. Zo leuk ventje is het. Ik vind het altijd zo lekker om met hem te knuffelen, hè? Ik kan ook zeggen, aanstaande donderdag krijg ik na lange tijd iemand op bezoek. Maar wie dat is, niet aanstaande donderdag, aanstaande dinsdag. Dus dat gaan jullie binnenkort zien, dat gaan jullie vrijdag in een vlog zien. Wie dat is. Dus weten jullie dat ook. Zeg ik het goed vrijdag? Niet deze vrijdag, maar een week daarna. In ieder geval. Hè, boef? Ja. Ik vind het wel even te spelen. Ze ligt hier nog steeds. En ik zat bij de groep. En er was een cliënt.
Ik ben natuurlijk van Feyenoord. Dat weten jullie allemaal, denk ik vast wel. Maar ik heb dan een shirt van Amsterdam op staan. En toen zegt de cliënt, gewoon, ik noem voor zeker geen namen. Dat kan toch niet? Iemand die van Feyenoord is, wordt Amsterdam. Ik had tegen hem gezegd, ik vind dat het kan. Waarom denk ik dat het gewoon kan? Ja, ik ben wel van Feyenoord. Maar ik kan Amsterdam mooi vinden. Ik vind de shirt mooi vinden. En ik kan het vinden rond de naam Amsterdam. Kijk, als je echt een Feyenoord hart hebt. Klinkt misschien niet negatief voor Ajax fans. Maar dan ga je geen Ajax shirt aantrekken. En dat is denk ik ook hetzelfde andersom. Als iemand die voor Ajax is. Die een Feyenoord shirt aantrekt. Die zou wel kunnen, vind ik, mijn mening. Die dan shirt van Rotterdam opstaat. Wel aan kan trekken. Het heeft niks met voetbal te maken eigenlijk. En ja, dat vind ik. Hé, Ganja? Ben je er mee eens? Ja, voor mij wel. Ja, en boef. Ja, maar ik weet niet wat jullie van vinden. Laat het even weten in de reactie. Ik zit hem even te plagen, hè? Zie ik jou even te plagen, hè? Ja, hij heeft zo vaak, hij zit hier met zijn nagel vast aan die dekens hier zo. Kijk hier weer bijvoorbeeld dit. Dit bijvoorbeeld. Dat is zo vaak. Je ziet het? Hij zit gewoon vast. Met zijn nagel, maar denk ik van, maar dan kan die Ronald of zo er aflopen. Dan kan je, ben je nou expres aan het doen? Of ben je voor de grap aan het doen? Ja, wat ben je aan het doen? Wat ben jij nou aan het doen? Hé. Hey. Hé, hey. Boef. Ik snap het soms echt niet. Zit je lekker? Zit jij lekker? Maar, ik ga nu lekker weer een video kijken. En dan lekker ook klaarmaken om nog weer lekker daar ook nog een. Ga ik er lekker klaarmaken om lekker video's verder te kijken. Zo, YouTube gekeken. Ik ga nu lekker klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Dus wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is hier allemaal dank voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in groen heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik heb natuurlijk de water. En ik dacht, ik ga denk ik de water. Eerst ook nog even water geven. Ik zet echt niet eens een paar seconden. Ik neem 1 half van mijn vla. Deze proefje.